Nou, dat is me dus semi-gelukt, moet ik eerlijk zeggen. Goedemorgen, het is maandag. Weet opa's gewoon niet meer. Weet je opa, opa's telefoonnummer. We gaan even opa bellen, die is vandaag echt jarig. Dus die gaan we even feliciteren. Ben je opa's telefoonnummer gewoon vergeten? Maar ik weet hem wel. Oh, maar hij pakt in de schrijver niet. Nu wel. Die knop raakt een beetje op, want ik denk druk hem toch al 6 keer in. Oh. Af en toe zo goed inrichten. Ik heb echt slaap met mijn ogen staan. Oeh. En ik heb echt wel goed geslapen. Ga maar open bellen. Ik ga. Zet hem maar op luidspreker, dan hoor je het als je hem niet aan je oor hebt. Hallo. Hoi opa. Gefeliciteerd. Goedemorgen Sarah. Goedemorgen. Zeg ook eens gefeliciteerd dan. Gefeliciteerd opa. Dankjewel Sarah. Dankjewel, Natasja. Opa noemt ons altijd de verkeerde naam, hè? Ja. Zeg jij het dan? Kon zij het niet zeggen? Ze is in een kleuterbui. Ja. Ze is gewoon kleuter, ze zit te lachen. Oh. Maar zij wilde je bellen gelijk om te feliciteren. Nou, dat is lief van ze. Ja. Ja, ze wist het gelijk toen ze wakker werd. Ja? Ja. Oh, zo, charmant maar. Goed, ik heb me aangekleed. Ik heb niks aan mijn gezicht of mijn haar gedaan. Ik heb deze trui weer aan. Ik vind deze altijd zo leuk. You, me, we. En die kan je natuurlijk dubbel lezen. Broek van Benetton met flare pijp. En ik ga even lekker noedels lunchen. Daar heb ik echt heel erg trek in. Ik heb zo'n gezellige dag met Sarah. Oh, die heb nu de camera. Ze zijn muziek. Ze was aan het kleuren en knutselen. Ze liep net naar de Barbies. En we hebben de hele tijd muziek afgeluisterd. Ik heb van alles gerommeld in huis. En we hebben dus helemaal niks bijzonders gedaan. En tegelijkertijd hebben we gewoon echt een hele relaxed dag gehad. Dus echt super fijn. Morgen komt ze, als het goed is, thuis. Dan gaan we lekker stamppot eten. En dan heb ik trek in. Want we houden echt alle drie enorm van stamppot. Dus ja, mooie ene laatste dag van het jaar zo. Pas 86 alweer. Ja. We hebben lekker stamppot met worst. En ik doe altijd 2 bordjes, want dan mixt het niet. Dat vind ik heel fijn. Marco heeft dat ook overgenomen van mij. En ze rijft minder. Kiekiek. Dit is je mooiste gezicht. En toen zag ik dat het nieuwe seizoen van You op tv is. En dat vind ik wel leuk, dus ik heb een bakje thee voor mezelf gezet. En die is nog best heet, dus die laat ik voor even staan. En ik heb de computer aan de kant gegooid. Even geen muziek afluisteren of editen. Ik ga gewoon kijken of ik gewoon You kan kijken en stil kan zitten. Wish me luck. Maar ik heb hier wel echt heel veel zin in. Nou, dat is me dus semi-gelukt, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel redelijk zitten kijken, maar ik ga toch altijd weer andere dingen lopen doen ondertussen. Het is heel erg, I know. Maar ja, that's me. Nu alles opruimen, want het is ondertussen ook weer eens veel te laat. Maar that's me again. Dus ik ga dan lekker naar mijn bedje toe. En ik moet zeggen, morgen is het toch oud en nieuw, wordt het toch laat. Dus op zich is het niet erg dat ik in een heel laat ritme nu zit. Maar ik wil wel de vlog even afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen. Doei doei!